Lieve broeders en zusters, wat geweldig dat jullie er weer zijn, dat u weer meeluistert. Ik vind het hartstikke fijn om samen weer te gaan bidden. Het bemoedigt mij ook en ik merk dat het jullie ook bemoedigt en aanmoedigt. En ik merk dat het ook velen aanzet tot gebed. En dat is juist wat ik wil bereiken met mijn video's. Vandaag gaan we Psalm 91 gebruiken. Vandaag gaan we Psalm 91 lezen, maar we gaan daarna ook samen bidden. Dit is een psalm waar je de woorden van God kan gebruiken voor bescherming. Dit is een psalm waar als jij in gevaar bent en je voelt je bedreigd, je kan Psalm 91 gebruiken. Je kan Psalm 91 gebruiken als een zwaard voor de boze. Ja, ik ga beginnen met het lezen van Psalm 91 voor degenen die het nog niet kennen, zodat jullie mogen weten dat jullie ook deze psalm mogen gaan gebruiken tijdens jullie gebeden. Jullie mogen deze psalm gebruiken wanneer jullie worden aangevallen, wanneer jullie ziek zijn, wanneer jullie in de put zitten, wanneer jullie in gevaar voelen. Jullie mogen weten dat deze psalm voor jullie is. Dit is een psalm die heeft mij bemoedigd. Die heeft mij kracht gegeven in tijden van verdriet, in tijden van hopeloosheid. En ik wil dat jullie hetzelfde zullen ervaren. Een machtige doorbraak door deze psalm. Spreek het uit over je kinderen, over je gezin, over je familie, over je vrienden, over wie dan ook. Spreek het uit. Je kan ook woorden in deze psalm omkeren tot jouw eigen woorden. Wie schuilt bij God de Allerhoogste kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. En hier bedoel ik dus ook mee de Almachtige beschermt hem. Je kan ook zeggen de Almachtige beschermt haar. Het maakt voor God niet uit hoe je het voorleest. Want hij weet wie jij bent. Jij bent zijn kind. En hij staat hier. Wie schuilt bij God, wie schuilt bij hem, kan rustig slapen. Broeders en zusters. Voor degenen die moeite hebben met slapen. Dit is voor jullie. Jullie kunnen rustig slapen in de naam van Jezus. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere: U bent mijn toevlucht. Bij u ben ik veilig en geborgen. Veilig en geborgen. U bent mijn God. En ik vertrouw alleen op u. Halleluja. Wij vertrouwen alleen op hem. Wij vertrouwen niet op mensen. Maar wij vertrouwen op onze almachtige God. Halleluja. Hij beschermt u. Hij beschermt u, staat hier. Hij beschermt jou tegen verraderlijke vallen. En houdt vreselijke ziekte ver van u, broeders en zusters. Lees dit met volle geloof, volle kracht, volle waarheid. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. Amen. Dit is een krachtige tekst, broeders en zusters. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht. Weer een tekst voor mijn broeders en zusters die angsten hebben. Nog voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest die zich in de duisternis verspreidt. Of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant, of 10.000 rechts van u, u wordt gered. U zult het zelf zien. De straf treft alleen de ongelovigen. U, Heere, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God de Allerhoogste als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen en ziekte zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen waar u ook gaat. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. De Heere zegt: Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Hier kan je ook weer zeggen, als hij het moeilijk heeft, als zij het moeilijk heeft, ik zal hem bevrijden en in ere herstellen voor degene die al in die put zitten. Ik zal hem
een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. Amen. Broeders en zusters, dit is de hele tekst van Psalm 91. En toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, wauw, dit is mijn psalm. Dit is mijn psalm. Deze psalm geeft mij kracht, moed en dapperheid om te strijden. En broeders en zusters, ik bid dat dit hetzelfde voor jullie zal zijn. Heilige Geest, dank u wel. Dank u wel dat u altijd met ons bent. Dank u wel dat uw woorden waarheid zijn. Dank u wel voor uw woord, Heer. Dat wij uw woord mogen gebruiken, dat uw woord genezing brengt, dat uw woord ons bevrijdt, dat u ons woord ons wijsheid geeft, dat uw woord ons inzicht geeft, dat uw woord dingen aan ons vertelt, wat wij mogen uitspreken over onze levens, dat uw woord zegt dat we wanneer we bij u schuilen, wij rustig kunnen slapen, dat daar bescherming is, dat daar genezing is tegen ziektes, dat die ver van ons zullen blijven, dat wij mogen wandelen naar deze tekst, o Heer. Ik bid voor al mijn broeders en zusters die op deze video hebben geklikt met een gevoel van hopeloosheid, met een gevoel van ik heb hulp nodig. Strek jouw armen uit naar hem, broeders en zusters, en ontvang zijn rust en vrede op dit moment. Pak jullie Bijbels erbij. Dit is een tekst in de Bijbel die je moet onderstrepen. Dit is een tekst die je moet opslaan op je telefoon, die je naast je bed moet hangen. Voordat je gaat slapen, je leest deze tekst. Voordat je naar je werk gaat, wanneer je op vakantie gaat, wanneer je je leeg voelt, lees deze tekst. Spreek het over jezelf uit, broeders en zusters. Er zit zoveel kracht in deze tekst. Het gaat over de dag, het gaat over de nacht. Het gaat over mensen die naast jullie sneuvelen. Er staat hier al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant. Of 10.000 rechts van u. U wordt gered, broeders en zusters. Wanneer wij op plaatsen zijn, wanneer mensen om ons heen neervallen. Het kan zijn in het geestelijke. Het hoeft niet per se lichamelijk te zijn. Dat wij mogen weten, dit is voor ons. Dit is het woord van God. Dat is geschreven voor ons vandaag de dag. Wanneer wij ons neergeslagen voelen, dan is deze tekst voor jullie. En ik bid dat jullie de kracht uit deze tekst zullen putten. Ik bid dat een ieder die bevreesd is, een ieder die bedrukt is, bedroefd, dat ze een nieuwe kracht mogen vinden in u, o Heer, op dit moment. Dat een ieder die deze tekst beluisterde met een gevoel van hoop om iets uit deze video te halen, dat degene die dat nodig hebben het mogen vinden in de naam van Jezus. Dat ze nieuwe kracht mogen putten uit uw woord, o Heer. Dat ze nieuw leven mogen vinden in u, o Heer. Ook voor degenen die zijn afgedwaald en die u misschien niet meer dicht bij u wandelen, Heer Vader. Ik wil bidden voor een ieder die op zoek is naar hem. Hij zoekt jou en hij roept jou en hij zegt, jij bent mijn kind. Deze tekst is voor jou. Deze tekst heeft hij geschreven met het zicht en het doel op ons, broeders en zusters. Wij zijn zijn kinderen. Wij zijn gezegend in hem. En wij mogen wandelen in de overwinning. Wij mogen wandelen in die overwinning. We hoeven niet te neergeslagen te zijn. Wanneer we problemen hebben of het financieel is of het ziektes zijn. Het maakt niet uit. Ook al heb je een leven gehad waar alles goed ging. Ook voor die mensen zijn deze teksten. Het is ook voor de toekomst. Je mag het ook uitspreken over de toekomst. Dan ga ik nu bidden in de naam van Jezus. Voor ieder die hier meeluistert. Die bedroefd is en bedrukt. Deze tekst was voor jou. Deze tekst was voor jou. En ik voel me krachtig op dit moment. O Heilige Geest, laat er mijn woorden gezegend zijn. Laat er genezing komen waar genezing nodig is. Herstel waar herstel nodig is. Bevrijding waar bevrijding nodig is, o Heer. Wijsheid waar wijsheid nodig is, Vader. Dat alle dingen, Heer Vader, die mensen op dit moment nodig hebben. En u weet het, u kent de noden van mijn broeders en zusters, o Heer. U kent alle lasten en alle noden. We brengen het voor uw troon, Heer, op dit moment. En we gaan deze tekst, deze Psalm 91, gebruiken als een psalm van ons leven. We gaan deze psalm voorlezen. We gaan deze psalm naast ons bed hangen. We gaan dit uitspreken over onze lichamen en over onze families. Ja, Heer, we gaan uw woord gebruiken, Heer, op een
positieve manier. We gaan deze teksten gebruiken. En deze teksten tot een zegen zijn voor velen. Voor mensen die u nog niet goed kennen, Heer. En voor mensen die een diepe relatie met u hebben. Voor alle broeders en zusters die strijders zijn in het gebed. Ja, Heer, u kent ze alle, Heer Vader. En u houdt van al mijn broeders en zusters, Heer. En u gaat ze helpen vooruit te kijken, Heer. Zodat wij niet meer kijken naar het verleden, alle pijn. U neemt die pijn weg, o Heer. En u draagt ons in uw armen, Heer Vader. U richt ons op, o Heer. Ja, Heer. En wij struikelen niet, Heer. Want u gaat voor ons uit. U baant de weg voor ons, o Heer. En in ieder die op dit moment in een woestijn leeft, in een seizoen van droogte. Ik bid dat er regen zal komen in jouw leven. Regen van zegen. Regen van overvloed. Ho, rabasab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 
jullie ook weer kunnen geven. Rabasi, babababababa. Dat wij alle gevend mogen zijn. En dat wij alle niet deze woorden voor onszelf houden, maar bemoedig elkaar met deze teksten. Bemoedig elkaar. Vind liefde. Wees lief voor elkaar. Laat de liefde van God in ons sterker zijn dan alle krachten van duisternis die dat willen tegenhouden. Ik bid dat we allemaal woorden van waarheid mogen gaan spreken. Woorden van liefde, bemoediging naar onze familieleden. Dat mensen uw licht in ons zullen gaan zien, Heer. Dat uw licht zo sterk door ons heen zal schijnen, Heer. Dat het u moet zijn. Dat in ieder het zal weten. Het is de levende God die in mijn broeder of mijn zuster is. Ik bid dat jullie alle die kracht van de Heilige Geest in jullie zullen voelen. Dat het zal opborrelen. Dat jullie woorden van leven gaan spreken. Voor degene die niet in tongentaal spreken, dat je je mond gaat openen. En dat het tot een zegen zal zijn in jouw leven. Ja, ik bid dit in de naam van Jezus. En ik bid jullie alle moed toe en kracht. Ja, dat daar overvloedigheid mag zijn. In de machtige naam van onze redder en verlosser, Jezus Christus. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze video. Dus dank jullie wel voor de bemoediging. En laten we in de liefde blijven, broeders en zusters, en elkaar bemoedigen. Ik wil jullie ook vragen om te abonneren op mijn kanaal. Kan je boven aan de pagina op klikken? Natuurlijk wil ik dat jullie allemaal abonneren op mijn kanaal, zodat meer mensen deze video zullen zien, zodat meer mensen deze gebeden zullen horen, zodat ze allemaal ook bemoedigd mogen worden, net zoals jullie, en ook elkaar zullen blijven bemoedigen. En ik wil jullie ook laten weten dat ik een playlist heb gemaakt op Spotify. Die kan je onder de video vinden. Dan kan je op de link klikken. Ik heb ook een Instagram aangemaakt. Dus voor degenen die ook op Instagram zijn, daar wil ik ook meer gebruik van gaan maken. Dus volg mij ook daarop. Dus hou het allemaal in de gaten. Ik wil jullie alle rust en de vrede van de levende God toewensen. En tot snel, lieve broeders en zusters.